Ja, oh, lekker paasje. En dan mist Boy van Vliet een vrij makkelijke lay-up. Nou, dat gaat zo. Oeh, die faked Venner eruit. En dan is hier Gibson met de eerste twee punten van de wedstrijd. Overigens, maar dit vond ik niet slim van hem. Nou, wordt geswitcht en Rotterdam speelt dat meteen goed uit. Ja, goed hoor. Van Saba Bangala. Ja. Via het bord raakt. Oeh, slordig. Maar dan een verkeerde paas. Ja, en dan kan Gibson. Oeh, lekker blok van Jito Kok. En Edwards. En nog een blok tegenover Kai Edwards. En hier Van Vliet met twee punten. Ze hebben hem hard nodig. Hij moet veel minuten maken. Gibson, 2 seconden op de schotklok. Verre 3 punten, maar hij schiet er wel raak, zeg. Zo. Wat een knappe bal. Ja, en dat is goed. Dan heb ik er geen moeite mee. Ralf de Pachter is voor Jito Kok in de ploeg gekomen. Mag hier gelijk verdedigen tegenover Saba Bangala. Maar die vliegt naar de basket. De snelle timeout moet ik zeggen. Weer een verre 3 punten van Price. Maar daar weet hij wel raad mee. En zo gaat Heroes Den Bosch weer aan de leiding. Tweede 3 punten voor Austin Price deze wedstrijd. Goed bal inside gevonden bij Ivo de Vrede. DJ Venner hier, oeh, die verliest net de bal. Er zit een handje van Feyenoord tussen. Die kunnen nu omschakelen. En joep, hoho! Wat een bal zeg! Huh? Oh, ik dacht toch echt dat hij voor een fout floot? Ja, dat dacht ik ook. Maar dan zal de bal misschien uit geweest zijn of zo dat hij hem uitgetikt heeft. Oei, dan probeerde Gibson weer een paasje tussendoor te doen. Krijgt hem terug en weet hem wel sterk af te ronden, zeg. Zo, Rotterdam. Bal hier bij Venner, 5 seconden op de schotklok. Balletje inside naar Kok. En die weet af te ronden en dat zijn zijn eerste punten. Gibson in de post, wordt gedubbelteamd door Price. Gaat hij weer. Dan wil Price voor het blok gaan. Ik denk dat hij daarmee de fout maakt, of is het een fout voor Van Vliet? Ja, ik weet niet of de Feyenoorders hun huiswerk goed gedaan hebben, maar Van Vliet scoort nu een paar keer op zijn rechterhand. Isolation voor Stoombries, maar die kan er niet langs. Hele verre 3-punter. Johoho, ja hoor, daar gaat hij weer, Austin Price. Eens even kijken, kan er een score uitkomen uit deze turnover? Ja, Bouwer moet nu op... Ja, goede score hoor van Robert Stoombries. Goed gezien ook van... Bangala zelf dit keer, die is ook weer tekort en uiteindelijk toch de rebound hier voor Van Vliet. Die gaat zelf met Dorsey Walker, maar heerlijk geblokt hoor van Ivo de Vrede. 1,88 of ja, zoiets. Dus dat scheelt wel een kop. Ja. Goed balletje inside hoor. Ja. 30 punten. Let op Tom, van de 30 punten zijn er 24 inside points. Echt waar, ja. Zo, niet normaal zeg. En hier, hoho, Ivo de Vrede. Oeh, ja, zou dat dan ook lopen zijn? Ja, dat zou misschien wel, maar het zou wel een beetje flauw zijn. Ja, te fluiten. Is ook zo. Oeh, weer een lekker blok zeg van Jito Kok. En dan hebben we al gelijk weer een wissel, want zo is aan de bank gegaan voor Caleb Vijber. Edward onder de basket, die weet weer het netje te vinden. Hier in de hoek Vijber, oei, die raakt de zijkant van het bord. Nou. 3-2, bal toe. Oeh, wat een fake zeg. Daar stuurt Boy van Vliet zijn verdediger compleet het bos in. En voor de oudere kijkers onder u, dit was een kropmannetje. Oh, wat heerlijk zeg. Ja, maar daar staat Becton wel helemaal open. Dat is dan de tweede. Die benut favoriet, benut het blok van de Pachter. Die gooit hem naar Dorsey Walker, die gaat voor 3. Nee, die rolt eruit. Maar dan wel de Kok sterk hoor. And one. Ruim 4 minuten nog, dit derde kwart. Daar is Gibson weer. Gaat nu zelf sterk inside, zeg zo. De langste persoon op het veld. Dan maakt hij gebruik van, oh, wat doet Price toch? Oh, wat een paas van Van Vliet. Goede actie weer van Stacey Becton Jr. Ja, en normaal schiet hij als hij hot is, maar nu houdt hij zijn kruid droog. Oeh, hij staat wel vrij, maar de Pachter kreeg hier Venner te vinden inside. Lekkere aanval hoor. Wou ik net zeggen, Rini.
Sterke actie in Saitler zo, maar daar is Austin Price die de bal weer blokt. Het is een blokparty hier in... Nee, en dan tikt de pachter hem wel heel ver uit. Oh, ja, dan mag het doorgaan. Ja, tikken is geen balbezit. Ah, oké. Okay, dus geen backcourt violation. Voor ja. Mijn broken heart. Trenton Gibson. De stepback jumper. En die is raak. Ja, en zo zorgt hij er weer voor dat het verschil 5 punten wordt. Nog steeds in het voordeel van Den Bosch. En dat doet Ralf goed. Ja. 5 seconden op de schotklok. Een lastig schot voor Van Vliet, maar hij weet hem toch raak te schieten. Hier ook weer de pachter, 6 seconden op de schotklok. Wat gaat hij doen? 5-4, nou moet hij zelf. Ja, en dat doet hij ook. En dan komt hij ook op het scorebord, Ralf de pachter. Wil Feyenoord nog deze wedstrijd over de streep trekken, dan moeten ze toch wel op het scorebord blijven komen. Hier komt Gibson met een 3-punter en dat doet hij ook. Nou. Dat soort spelers moeten opstaan als het moet. En zeker. 7 seconden. Nou, Price ook voor 3. Zo, wat een toverbal zeg. En die moet dan helemaal achter de kleine Soa aan. Ja, dat ziet er wel een beetje komisch uit. Maar hier krijgt Edwards de bal inside. Krijgt hem weer terug. En rolt hem daarmee af. Gelukkig heeft Braal nog wel 3 time-outs tot zijn beschikking. Dus hij gaat wisselen, Braal. Ja. Door Siwoka komt het spel. Nou, Bangala hier. Hoppakee. Ja, en dan komt er gelijk een time-out aan. Met Fenner hier, met Gibson tegenover zich, turnaround jumper, oeh, goede score hoor van DJ Fenner. Ja, bal weer naar Fenner, die de Gibson tegenover hem heeft, een lengte nou, gaat hij het weer DJ doen. Fenner. Met die turnaround jumper, ja, daar komt hij weer, ja hoor. Nou, 2 identieke scores, als je die naast elkaar zet dan... Ja, ze gaan voor de 3-punter, Rotterdam. Nou, die gaat dan nog wel raak, nou, dan ben ik misschien iets te vroeg met mijn conclusie. Want hier komt het, dan wordt het verschil weer 8. 1 minuut 40. Ja, Heroes kopje erbij houden. Lange aanvallen spelen. Ja, maak de aanvallen langs. Maak gebruik van de klok. Doet Dorsey Walker niet helemaal, maar hij weet hem wel heel knap af te ronden hoor. Dan moet geswitcht worden. Goeie actie hoor van Fenner. Ja, of van Fenner van Gibson, excuus. Niemand gezien. Bangala, die gaat natuurlijk sterk inside, die mist en dan is het eigenlijk een soort van self-assist. En dan is hier Robert Stoenbries. Ja, dan gaan ze toch nog voor een fout, maar dat is niet meer nodig. We hebben een eindstand van 82 tegenover 73.